Hallo Back Legion en welkom bij een nieuwe part van Recore. Na 300 miljard uur ben ik eindelijk level 28. En ik heb 51 cores. 6 meer dan wat eigenlijk moest, maar ja, maakt niet uit. We hebben de levels in ieder geval voor elkaar. Dat is het belangrijkste, dus we kunnen nu in één stoot door. We zijn nu op de tweede verdieping. En we gaan naar, als het goed is, de vijfde. Als ik kijk naar de teleport dingen die bij de spawn waren, zijn we onderaan de tower. Oh, fuck. Ga ik er dus vanuit dat er 5 zijn. En dit wordt al heel wat interessanter. Oké, even kijken. Timing is sowieso off, denk ik. Oeh, en we moeten daar weer landen. Come on. Oh, dit is echt zenuwslopend. Dat met die schermen is echt super kut. Je moet echt niet alleen timing hebben voor hiervoor je, maar ook alles daarna. En dat is niet altijd even goed getimed, zeg maar. Oh, dan net die rand ook. Ik probeer er nog iets omheen te gaan. Dit wordt een lange tocht. Dat wordt een hele lange tocht. Come on. Oké. Okay. Daar werden we niet genaaid, dat is goed. Flippen jullie allemaal? Nee, toch? Alleen die neem ik aan. Ja, oké. Okay. Good to know. Oké. Okay. Dat ging redelijk goed. Dat was makkelijker dan ik dacht. Ik ben benieuwd hoe moeilijk de volgende verdieping wordt. Want dit is al wel een hele stap omhoog van de eerste verdieping. Haha, no pun intended. Soort van. Dan krijgen we een fight arena. Ik kan Mac laten zien wat hij allemaal heeft geleerd. En als tweede buddy heb ik trouwens Duncan mee. Dat leek me wel handig. Aangezien Duncan ook wel heel goed werkt. Vooral op grote groepen en eigenlijk is het ideaal. Nee. Ik kon hem in één keer nakken. Instant extraction. Zijn er meer van die vliegjes? Ja, daarom al. Wat doen al die krengen daar, jongen? Ga weg. Ik moet anders pesten. Fuck off. Oké, okay, instant extraction. Dit gaat allemaal nog wel lekker. Ik vraag me af of we al die kleine dingen ook moeten killen, maar volgens mij komen er steeds meer bij. Ik kan aan mij liggen, maar voor mijn gevoel gaan ze niet weg. Allee, laten we ons maar met de grote enemies bezighouden dan. Niet met de kleintjes. Het is wel makkelijk. Nee, het levert geen eens XP op. Nee, het is wel makkelijk XP farmen. Dat valt ook nog weer tegen. Kom op, Mac. Raag hem op zijn bakjes. Mac is echt nog steeds fucking awesome. En ik had eerst nog een andere armor set voor Mac. Godver, stond hij. Auto-aim, jongen. Kutding. Ik had eerst nog een andere voor hem. En dan zag hij niet meer zo schattig uit. En nu heeft hij weer die child versie, zeg maar. Dus met die schattige oortjes, dat hij een beetje op een headersontje lijkt. Dat vond ik vele malen beter. Waar is de enemy? Daar is de enemy. Sterf, jongen. Kijk dan hoe Mac hem gewoon keihard raped. Gewoon een paar van die beuken tegenaan. Dood. Perfect. Zo doen we dat. Oh. Nee, je moet niet op die dingen, je moet op dat grote lompe ding focussen. Maar het is mijn schuld, ik geef de orders, daar niet van. Maar... Oh, instant extract. Kom maar hier. Ik had trouwens ook nog wel level 27 kunnen zijn. En dan met al deze arena fights 28 worden. Maar ik vond dat een te groot risico. Ik wou gewoon één keer door kunnen gamen. Zonder gekloot, zeg maar. Dat we gewoon verder kunnen opnemen. Voor mij met opnemen is het helemaal irritant. Dat ik de hele tijd pauze erin heb. En af en toe zit er echt gewoon meerdere uren tussen. Dus dan is het helemaal van waar de fuck zijn we gebleven, zeg maar. Dat is voor mij alleen maar lastiger. Nou kunnen we tenminste in één streep gewoon door. Alle verdiepingen bij langs en de wereld redden. Tenminste, dat is de bedoeling. Als er nog een wereld is, ik heb er god geen idee. Oh my fuck. Oh, kutzooi. Oh, dat was lelijk. Dat was echt zo fucking lelijk. Nou weer, hè. Oh, dat... Ze naaien net als je er eigenlijk al doorheen bent. Die hitbox detection is naar mijn mening af en toe een beetje kapot. Maar ja, we zullen nou deze kant langs gaan. Dat gaat dan wel weer goed. Nu daar weer langs. Oeh, wat? Oh my god. Oh, ho, ho. Hoe de fuck heb ik dat ooit gehaald? Dit is een checkpoint als het goed is, vandaan die lijntjes. Als het goed is, zeg ik heel, heel hoopvol.
Oh my god, kom. Als je maar rare geluiden hoort maken, wat je waarschijnlijk wel hoort, of je bent doof of je hebt het geluid uitstaan, dat komt omdat dit best spannend is. Dit is echt best wel zenuwslopend voor mij. Ik wil het natuurlijk goed doen, niet dat ik continu aan het falen ben. Ik vind het niet erg om te falen, maar niet dat het 800 miljard keer achter elkaar allemaal fouten maken is. Dat is wel een beetje lelijk om naar te kijken. Oh fuck. Dat ding was niet in de buurt. Kut, sorry. Konden we er ook doorheen trouwens? Nee, we moeten er omheen. Ah, maar er zijn twee kanten. Aha. Dus als we dit doen, dan halen we dit net. Bam. Oké, flip de table, wou ik zeggen. Platform, whatever. Vliegen. Oh! Ja, dat komt goed. Dat is wel heel cool bedacht. Dat dat ding met je meegaat. Dat is wel heel erg cool bedacht. Alleen moeten wij ook met hem meegaan, zeg maar. Zodat we nu mee hebben om te boosten. En dan kunnen we hier nog weer verder als we dat willen. Perfect. Wat gebeurt hier? Oh, er zit nog een. Oké, let's fight. Kleine gebied met gaten in de grond. Yay! A dream come true. Auw, 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 auw. Stroom. Kut zo. Kom op, Mac. Raag hem op zijn bakjes. Oké, kut. Ik had daar geen instant op willen gebruiken, maar pech gehad. Mac krijgt ook heel snel zijn dingen weer terug. Zijn abilities, zeg maar. Super chill. Vooral voor shieldbreaking eigenlijk, zoals nu bij die aap daar. Auw, we staan in de fik. Oh, ik haat vuur zo hard. Oké, die is dood. Nu die andere. Oh, what the fuck is dat, jongen? What the fuck was dat? Oh, god. Oh my fucking god. Mijn hele controle trilt als een malle. Ga weg. Kut aap. Auw. Instant. Instant extract. Oké, zijn we van die af? Of zijn we van het vuur af? Nou, alleen de gele nog. Kom op, Mac. Vraag hem op zijn bakjes. Instant extract. Wat gebeurt er allemaal, jongen? Oh, dat zijn allemaal mijnen. Oh, fuck. Het is ook nog, naast dat de gaten in de vloer zitten, is het ook nog een fucking mijnenveld. Want dat nakte mij elke keer. Oh, fuck. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Ik neem aan dat het hier het veiligst is, op deze randjes. Als ik heel erg ben. Oh, fuck. Nee, dat was niet de bedoeling. Mac, val aan. Kom op. Oké, extract. Kom hier met je fucking core. Kom hier met je core, jongen. Krenk. We krijgen wel heel veel XP hier trouwens. Echt heel veel. Ik zal even de goede kleur pakken. Je moet zoveel wisselen van kleur continu. Daar ben je helemaal gek van. Kom op, Mac. Tobakjes. Dank je. We zijn klaar, alsjeblieft, game. We zijn klaar volgens mij. Ja, goddank. Fucking hell, die fight was echt extreem. En die controller. Dat was wat. Dat was too much. Too much to handle. Alright, de laatste paar obstakels. Dan zijn we weer bij zo'n nieuw ding. Ik weet niet wat precies inhoudt dat, maar daar zijn we dan. En dan kunnen we naar de derde verdieping toe. Deze beneden flippen allemaal. Dus we moeten een goede timing hebben met... En we hebben ook nog lasers, want waarom niet? Lasers zijn cool. Oké, we kunnen... The fuck? What the... Game? Ik vind... Ja, een beetje glitchy af en toe. Dat vind ik niet leuk. Dat vind ik echt niet leuk. Het is gewoon irritant. Heel irritant. Oké, neem aan dat dit platform veilig is. Het is geen checkpoint platform helaas. Oké, dus vanaf hier daarop. Oh, kut. Dan daar weer op. Oh, kut. Wat? We hebben... Oké, cheater system. Oké, we staan hier veilig. Hier komt die laser hopelijk ook niet. Anders hebben we een probleem. Oké, de laser komt hier niet. Ha, rust in de kern. Dus dat is een wisselding. Doet dat platform iets? Niks, maar ik denk dat het zometeen wisselt. Maar oké. We gaan ervoor. Hoppakee, hier doorheen. Oh ja, het is een checkpoint. Oh, perfect. Dit gaat veel te snel. Maar hier heb ik dan weer geen moeite mee. Dit kan ik wel redelijk timen. Heel apart. Oh, perfect. Oh, kut. Dat was echt nog maar weer net. Zoals meestal. Yay, de derde verdieping. The farther you will fall. Dat klopt inderdaad. Hoe hoger je bent, hoe verder je valt. Maar wij gaan gauw naar verdieping nummer 3. Fuck die level restrictions. Fuck die core restrictions.
Hey, daar zijn we dan bij de derde verdieping. Die platformen gaan mooi heen en weer. En die stoppen in het midden. En de platformen daarachter doen dat niet, voor zover ik kan zien. Dus we gaan hier mooi naar het midden toe. Dat is veilig. En die platformen doen dat niet. Dus we kunnen wel naar het midden toe gaan. In de hoop dat we goed landen. Dat was nog maar net. Overspringen. En verwachten. Door stilstaan. Dan kunnen we overspringen naar die. Gaan we moeilijk doen? We gaan niet moeilijk doen. We gaan gewoon hier naartoe springen. Checkpoint. En wachten op platformen of zo. Wat is hier de bedoeling? Oh. Oh, oké. Dat wordt lang wachten. Dat is altijd leuk. Lang wachten is altijd geweldig. Waar de fuck is Mac? Oh, die is er ginds. Oké, let's go. Spring. Zou er een vuil platform tussen zitten dat de verkeerde kant op gaat? Sowieso. Games kennende. Oh fuck. Yes! Checkpoint toch wel. En we gaan weer een battle arena dingetje in. Altijd leuk. En we zeggen, de puzzels zijn wel steeds variërend. Die battle dingen die voelen een beetje hetzelfde aan. Het is wel spijtig. Maar Mac is in ieder geval terug. Dat is dan ook wel weer goed nieuws. En wat voor enemies krijgen wij? Wil ik het überhaupt bij... Oké, dat valt eigenlijk nog mee. Die wormpjes zijn nog niet zo irritant. Als dit allemaal wormpjes zijn, dan vind ik het eigenlijk wel prima. Dat is fijn. Die wormpjes zijn serieus niet zo heel irritant. Het is gewoon pew door blijven rachen en je hebt allemaal dood. Als je het een beetje goed doet, dan gebruik ik zo'n charge shot. En dan gaan er meestal meerdere dood. Zie? Dat is echt geen ramp. Oh, we hebben nu wel radiation. Ik vraag me niet hoe, maar we hebben opeens radiation. Hoezo heb ik radiation? The fuck? Ik heb radiation, maar er gaat geen HP van mij af. De logica ontbreekt even, maar oké. Oké, extract. Oh, groot lomp paadje. Dat is geen paad, maar dan ben je hard. Ik noem het gewoon een paadje. Ik vind het heel raar met die radiation. Hij zweeft natuurlijk zo mooi in de lucht. Goed gedaan, Mac. Oké, Duncan is ook level up. Helemaal perfect. What the fuck is er met die radiation? We zijn helaas nog niet klaar. Komen er nog meer wormpjes aan of wat is de bedoeling? Ah ja. Mooie wampjes. Hallo wampje. Wil jij een charge op je bakjes? Sowieso. Dat is een rode. Ook een charge op zijn bakjes. Dat hoeft niet eens meer. De rood is wel dood. Aan de kant rood. Fuck jou. Die dingen hoef je niet eens met een goede kleur te noemen. Zoals je al merkt. Ik schoot een blauwe dood met rood. Van, waarom niet? Kom op, Mac. Dan ga ik eerst die gele maar dood. Oké, yeah, perfect. Nu die andere soort. We hebben nou ook geen radiation meer trouwens. Geen hoe het zit allemaal. Low ammo is altijd kut. Ah, fuck. Ik vergeet altijd dat als je zo'n instant ding hebt, dan kun je dat ook op andere lui gebruiken. Maar dan moet je eerst daar naartoe aimen natuurlijk. En meestal ik het zie, denk oh jee. En dan gaat alles mis. Hallo. Wil jij een Mac op je bakjes? Pas wel. Wil jij even doodgaan? Dankjewel, dank u. Kom op, Mac. Op zijn bakjes. Of op zijn kloot, ik weet niet waar jij mikt. Hangt niet heel veel uit. Zolang je met dood gaat. Oké, we zijn er nog niet. Er komen er weer wormpjes aan waarschijnlijk. Deze fight gaat een heel stuk beter dan die vorige. Damn. Oh, we hebben weer radiation. Ik snap nog steeds niet wat het doet, maar het zal wel. Ik snap echt de hele logica niet van, man. Ja, dat is rood, hè, voor de duidelijkheid. Oh, instant extract. Instant. Dank u, daar zijn we vanaf. Redelijk schappelijk vanaf gekomen ook. Fuck you. Oké, we moeten alleen even die worm in de lucht moeten we nakken. Au. Oh, ik heb waarschijnlijk... Dat houdt het misschien in. Ik heb een idee. Normaal hebben we health regen. Misschien hebben we dat nu niet, omdat het toxic of radiation is. We hebben nu een klein probleem met al deze kutdingen trouwens. Au. Oké, instant.
Ik denk serieus dat het iets met health regen heeft te maken. En als je mensen killt, dan krijg je HP erbij. Ik denk serieus dat het daar iets mee te maken heeft, maar... Als ze daar radiation hierin hebben geflikkerd. Maakt toch geen zak uit, we hebben het overleefd. Phew, dat was mijn fight wel weer. We krijgen sowieso nog een arena zometeen. Eerst weer even puzzelen. We gaan rond en rond. Oh, kut. Oké, we gaan niet rond en rond. We gaan tegen het verkeer in. Dat is ook leuk. Oh, fuck. Oh, dat was kut. Dat was heel kut. Ik denk dat platform was, is net dichterbij en verdwijnt niet. Maar helaas, fout gedacht. Kunnen we niet gewoon... Ja, dat werkt veel beter. Holy crap, dat werkt heel veel beter. Oké. Oké, daarop springen. Daarop. Oké, dit is double jump. Dit werkt prima. Het werkt echt prima. Als je maar een beetje het patroon door hebt en precies hoe je het moet doen. En dan niet naar beneden flikkert omdat het nog geen platform was. En je dacht dat je daarop kon landen, wat ik dus deed. Oeps. Yes, we made it. Een beetje via de zijkant, maar dan ben je uit. Oh, kut. Wat een timing. Wat een geweldige timing heb ik weer. You will climb no higher. Nou, als het zo doorgaat, ben ik inderdaad bang dat ik niet heel veel hoger zal komen. Ben ik helemaal met je eens. Oh. Oké. Het beloofde land. Het beloofde checkpoint platform. Dan gaan we weer een boss fight in. Of nou ja, arena fight meer. Het is niet echt een boss fight te noemen. En... Waar gaan we dan naartoe? Normaal gaan we weer... Oh, daar. Daar is het ding. Dus daarna is het alleen nog even puzzelen. En dan zijn we weer bij een nieuwe verdieping. Zijn we bij verdieping nummer 4. Gaat redelijk oké. Gaat echt redelijk oké. We zullen de Mac eens even gebruiken. En dan hebben we heel veel van die spider dingen. Dat is ook altijd heel leuk. Vooral met al hun... ja, die vliegende kut dingen dus. Ik denk serieus dat radiation dus te maken heeft met health regen. Het enige eigenlijk wat ik kan bedenken, dat het nog een beetje logisch is. Oké, die spiders moeten ook niet echt een probleem opleveren. Je kan altijd nog switchen naar Duncan. Alleen, Mac is ons hondje. Hij moet aan onze zijde vechten. Dat is gewoon verplicht. En hij doet het ook goed trouwens. Hij breekt de shields enzovoort heel mooi. Hij doet alles helemaal prima. Oké, er is weer een dood. Dan gaan we achter Paas aan. Die gele dingen afschiet, want waarom niet? Zo is Paas. Oké, andere kant omdraaien. Oh, instant extract. Nog beter. Oh, mash. We hebben daar nog een bitch. Come on, Mac. Extract. Geef mij die fucking core. Dank u zeer. Zo doen we dat. Zo doen wij dat. Hij antwoordde gewoon. Hij hoort mij. Kinect is niet aansluiten, hoor, trouwens. Het zou wel cool zijn eigenlijk, dat het echt gewoon op de Kinect reageert. Dat zou best wel awesome zijn. Oké, come on Mac, shield break. En dan een charge shot van mij erop. En dan jij nog een keer attacken. En dan nog één keer en dan is hij waarschijnlijk al wel dood. Hij is bijna dood. Echt bijna, hij is dood. Mooi. Oké. Instant extract. Ook altijd welkom. Mesh. Ik denk nog één wave. En dat we dan klaar zijn met deze arena, denk ik. Nou, gokje natuurlijk, maar... Zullen we sowieso nog een bosachtig type krijgen? Zijn er nog meer dingen in de lucht of zo? Nee. Daar zaten we op te wachten. Mooi, shield break. Come on. Bam. Zie, nog één wave. En dat was maar één enemy, maar dan ben je uit. Wave is een wave. Oké, het laatste puzzeldeeltje, denk ik. Allemaal, ik begin nooit te twijfelen. Kan nog wel zijn dat er nog een fight komt. Spannende muziekje trouwens. Wat de fuck doen die platformen? Oké. Dit is ook weer zo'n ding van... Je moet goed opletten waar je naartoe moet. En timing en bla 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 bla. Viel zich mee. Niet als te doen. Ik moet niet... Ik ben iets enthousiast af en toe, merk ik. Aan mezelf. En dan vervolgens loop ik een beetje achter de feiten aan, zoals nu. Oh, dat was nog maar net.
Oké, daar komt een platform naar ons toe. Gevlogen. Kutzooi. Oh, net. Net te weinig. Ik had moeten chargen. Dat was mijn fout. Ik heb het al eerder over gehad. Je kunt chargen van platform af. En dat had ik moeten doen. Als ik van het platform afgecharged was, had ik meer afstand gekregen. En dan was alles goed gekomen. Dus nu chargen. Kijk, en dan heb je nu nog charge over. Moet je eens kijken. We vliegen er bijna overheen. Zo moet dat. Ja, nog een arena fight. En daarna zijn we bij verdieping nummer 4. Oké, okay, zullen we kijken wat is de fight is dan. Gelijk radiation, gezellig. Kom op, Mac. Op z'n bakjes. Oh, lekkere lag ook nog. Helemaal fijn. Shitbox 1 aan het werk. Au. Mesh. En ik weet, er staat af en toe extract. En dat werkt allemaal heel leuk en aardig. Het probleem daarmee is dat je meestal gehit wordt door een ander tuig. Het zijn kleine vliegjes, het zijn iets anders. Vandaar dat ik alleen eigenlijk de instant extracts doe. Want die werken tenminste. Dan ben je gewoon zeker van je kill, om het zo maar te noemen. En bij heel veel van die andere dingen ben je dat zeker niet. Helemaal, zoals je ziet, moet je kijken wat voor troep er allemaal door de lucht heen vliegt. We zijn bijna dood trouwens. We zijn dood. Waarom weet ik niet. Eigenlijk. Maar we zijn dood. Ik hoorde wel piep, 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 zeg maar. Ik dacht wel van kut. Maar opeens waren we het niet dood. Misschien doet radiation toch nog iets anders. Oké, hey, poging nummer 2. Mac erop afsturen. Ik zal zo meteen denk ik even dunken pakken. Is misschien makkelijker voor deze fight. Mac doet zijn werk wel. En zijn best ook zeker, maar ik denk in dit geval dat het een beetje een clusterfuck is. Dat dunken deze handig is. Oké, okay, die kunnen we instant extracten. Dat gaat Mac even laten rechargen. Voor zover de kant, voordat het andere tuig al verschijnt. Die framerate die helpt ook niet erg, moet ik zeggen. Ik heb er weinig last van gehad door eigenlijk de hele game heen. Heel af en toe merk je het een klein beetje. Maar het is hier wel een beetje extreem. Oké, okay, instant extract erbij. Oké, okay, dus dat geen duurt in mijn rug, dat dacht ik even, maar valt mee. Hey, aapje. Hallo, aapje. Oh, kut. Eerst die kleine kringen even killen. Die vliegende. Oké, aapje is bijna dood. Uitkijken voor die fucking kut laser. Kill die man met de laser. Wat is er met Mac? Mac, waar is Mac? Mac is weg. Oh, Mac staat onder stroom. Godver, kutzooi. Ja, misschien helpt het ook als ik met blauw schiet. Dat is een ander ding. Oké, Mac leeft weer volgens mij. Yep. Er staat niemand onder stroom, dat is goed nieuws. Kan je luid doodragen. Wanneer ben je dat aangedaan, Mac? Je moet je dood. Neem wraak. Voor jouw electrocutie. Hey, nog een aapje. Hallo, ander aapje. Paasaapje. Ga met jouw paasaapje. Wil jij een Mac tegen je bakjes aan? Pas wel. Dan heb ik het niet over de computer. Dat zou wat zijn. Dat doet denk ik ook wel pijn. Zo'n iMac tegen je bakjes aan? Ik denk niet dat het echt aan te bevelen is. Oh, instant extract. Mooi. Nou, alleen die vieze rode daar nog volgens mij, of niet? Duwde. Nee, duwde. Kom op, Mac. Laat me zijn bakjes. Goed zo. Alleen... Oh, kut. Kom op, pak die rode. Die staat in de fik. Mooi. Lekker. Zijn we klaar? Nee, nog niet. Er moet nog een aapje komen, denk ik. Oh, fuck. Ja, ik had het goed. Er moest nog een aapje komen. Eerst die shit in de lucht killen. Fuck off. Die dingen zitten hier onder stroom namelijk. En dan ben je gelijk al lul. Dan ben je gewoon instant dat je doodgaat. Ik ga switchen naar Duncan. Duncan, die killt hun ook. En gewoon, oh fuck. Het feit dat Duncan spawnt, dat killt hun nooit. En wij gaan bijna dood. Dit is gewoon niet overzien. En het is fucking laggy. Dat is echt geweldig, a dream come true. Ik doe niks, maar toch gaat de AP wel naar beneden en dan ben ik opeens dood. Terwijl ik niet geraakt werd.
What the fuck doet u radiation nu? Want de hele tijd gebeurt er niks met radiation en opeens staan we dood. Goed bezig, Kim. Yes, eindelijk. Dat heeft wat langer geduurd dan ik dacht. Auw, en dan word ik nog genaaid door zo'n fucking cut trap. Het is wel eindelijk gelukt. Dat is iets. Het was gewoon na de vorige keer dat ik faalde. Alleen die enemies killen en dan waren we er ook. En ik ben inmiddels level 29. Dus dat is ook nog helemaal mooi. Niet dat het ook me iets boeit. Maar ja, level 29. Ik neem aan dat hier een... Oh, dat hier een platform komt. Oké, wacht tot het laatste moment. Eraf dashen. Springen, dashen. Oké, dashen. Springen, dashen. Kijk, zo doen we dat. Okay, checkpoint voor het laatste deel. Come on. Oh, fuck. Komt allemaal goed. Oh, kut. Dat komt niet goed. Hij ging te snel. Laten we het aanbouwen. Ging te snel weg. Nou, come on. De frame rate is nog een beetje baggen hier. Oeh, dat halen we niet. Oh jawel, dat halen we wel. Oh, we springen er half overheen. Oké, wachten. Al wel, fuck, wachten. Dat doen we niet aan. Bam! We zijn er. De derde verdieping hebben we overleefd. Victor is dood, dus ik weet niet waar de fuck hij het over heeft. Maar het zal wel. Ik sluit hier deze part af. We gaan verdieping nummer 4 en de vijfde neem ik aan. Dat gaan we doen in de volgende en waarschijnlijk laatste part. Ik hoop dat je het heel erg leuk vond om naar te kijken. Als je het leuk vond, vergeet niet even te liken. Zie ik weer in de volgende video. Laters.